allemaal en welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is zaterdag vandaag en van alle goede plannen die er dit weekend zouden zijn, gaat er bijna niks door. En dat heeft alles te maken met de weersomstandigheden. Ik had al een stukje op Facebook gezien van een kennis die was bij het knooppunt Ridderkerk bij Rotterdam. En daar lag al sneeuw op de weg. Het heb geijzeld, gehageld. Het is echt, het is geijzeld. Nee, geijzeld niet, gehageld. En ja, het is gewoon ontzettend slecht weer. Dus geen tijd voor een buitenopname, maar een binnenopname. Vanavond is de wedstrijd ook tegen FC Groningen uit. En ik ben na het debacle tegen VVV wel benieuwd. Ik ga toch kijken. Ik ben benieuwd. Er wordt heel veel in de media gezegd over dat Feyenoord weer op de weg terug is. En ja, dat ze er nu van geleerd hebben en dat het nu weer beter gaat. Nou, ik wil het een zaterdag wel eens zien. Deze zaterdag wil ik het wel eens zien. Want meestal is het een hoop beloftes en wordt er niet gedaan. Want de vorige vier wedstrijden werd er ook elke keer maar beterschap beloofd. En kwam er elke keer maar niks van. Dus ik ben nou eigenlijk wel benieuwd hoe het zit. Of dat het nou alweer een beetje de betere kant op gaat dan het de slechte wedstrijden die we de afgelopen weken gezien hebben. Nou, ik ben inmiddels ook weer klaar met mijn vlogs. Ik moet alleen de vlog van gisteren even nakijken en die kan dan ook online. En dan ben ik weer bij qua vlogs opnemen, editen. Ben ik weer bij met vloggen editen en dan kan ik weer gewoon het normale werk gaan doen. Dit is ook de aankomende week eigenlijk dat ik nog maar 4 dagen hoef te werken. Ik hoef alleen nog maar tot donderdag. En dan begint voor mij de vakantie. Vakantie die de hele maand december, waarop ik de hele maand december vrij ben. Dus lekker kan gaan vloggen, video's maken en leuke reportages gaan maken. En dat ben ik zeker weten van plan. Onder meer op 12 december natuurlijk de Winter Efteling, waar ik naartoe ga en dus niet in een vlog zal komen, zoals ik al eerder zei. Die Efteling vlog die zal ongeveer 2-3 dagen na de 12e zal die online komen. Hij komt niet in een vlog, omdat ik anders moeten jullie weer 7 dagen wachten tot eindelijk die vlog van de Efteling online komt. En ik wil hem eigenlijk zulke leuke reportages van de Efteling en zo. En dat vind ik eigenlijk te leuk om 7 dagen te laten liggen. Dus deze zal in een aparte video komen. Jullie hebben het inmiddels al gezien, denk ik. Er is een nieuwe afspeellijst. Er was al een nieuwe afspeellijst. Die zien jullie nog niet, omdat die nog geen video's bevat. Dat is de afdeling losse on-ride video's. Maar ik moet nog naar de Efteling toe. Dus daar, die map is nog leeg. En als die map leeg is, dan wordt die nog niet zichtbaar. Dat is pas op het moment dat daar een video in geplaatst is. Dus dat er minimaal één video in de afspeellijst staat. Dat dus. En er is een nieuwe. Ik heb er een nieuwe speciale sessie voor gemaakt. Een nieuwe playlist voor gemaakt. Ik heb ook die van Duinrel, van Slagharen van dit jaar en van de Efteling dit jaar, waar ik dus met mijn moeder toen naartoe ben geweest. Die heb ik ook in die afspeellijst pretparken neergezet. Zodat behoefte hebben aan pretparkvideo's, dat jullie gewoon lekker die afspeellijst kunnen afspelen. En dan kunnen jullie gewoon alle video's achter elkaar bekijken. Dat is wel leuk, is dat. Die andere vlogs van Duinrel, dat was het archief.
en die van Slag Haren en die van de Efteling van de zomer. Dat waren, die waren wel in een vlog bewerkt. Maar die heb ik toch in die afspeellijst gezet, zodat jullie lekker pretparkvideo's kunnen gaan kijken op mijn kanaal. Iets wat, als het goed is, volgend jaar meer wordt. Want jullie weten het, ik wil een Efteling abonnement gaan nemen. En als ik een Efteling abonnement heb, dan zal ik vaker in de Efteling zijn. En ik wil dit jaar ook nog naar Slag Haren. Wil ik dit jaar toch nog wel een keertje naartoe. Volgend jaar bedoel ik. 2018. En ik wil eigenlijk nog, misschien ga ik ook nog wel volgend jaar naar Duinrel. Dat is ook wel een leuk park. Het zwembad zal ik niet naartoe gaan, want ik vind het Tikibad nou niet echt mijn favoriete zwembad. Ik vind het nogal ontzettend vies en smerig. En dat zwembad, dat is niet mijn zwembad. Ik vind het echt het lelijkste zwembad wat er is. En voor mij, ik heb er helemaal niks mee. Voor mij mag het gesloten worden. En laat Duinrel gewoon lekker een pretpark zijn en niet met een zwembad erbij wat onhygiënisch is. De laatste keer dat ik er was, dat was met Joost, die staat ook in het archief. Dan kom je op een gegeven moment door de poortjes heen en dan zie je allemaal vieze dingen zoals snoep op de trap leggen. Je ziet van die stukken waar je baby's kan verschonen, waar alle vieze luiers nog liggen, met de inhoud er nog in. Ik vind het echt vies, smerig en ranzig. En het personeel vind ik in het Tikibad nou ook niet echt het gezelligste en vriendelijkste personeel. Nou, ik ga weer even verder hier. Ik ga er eventjes de vlog van gisteren even afkijken. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Ik zal ook even, denk ik, gaan vloggen vanavond van de wedstrijd. Als ik de wedstrijd van Feyenoord aan het kijken ben uit tegen Groningen. Dus wat dat betreft zal ik een lekkere lange vlog. Ondanks alles maak ik toch een lekkere lange vlog ervan. Dat hebben jullie wel verdiend, want de afgelopen week is het een beetje druk geweest. Heb ik niet veel tijd gehad en waren de vlogs wat korter. Nou, in ieder geval spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo! Zo, en inmiddels is het 6:30. Het is 6:30. En ik ga even lekker hapje eten. Ik ga het dadelijk zo fijn uit kijken, terwijl het daar weer donker wordt. Ik weet het even de dingen zal zetten. Zo. En dan gaan we daar lekker voetballen kijken, jongens. Ik heb er zin in. Ik hoop dat het wat wordt vanavond. Want het was natuurlijk de afgelopen week heel slecht. Vorige week was het tegen VVV ook al 1-1. Dus we hopen vandaag op de winst. Ik ga lekker kip eten. Ik belde me net op dat de kip al klaar is. Dus ik ga een beetje haast maken. En dan ga ik lekker even kipje eten. En dan daarna weer terug naar huis om Feyenoord te kijken. Morgen weet ik nog niet wat ik ga doen. Dan moet ik nog even kijken wat ik morgen ga doen. En dan is het alweer maandag, dan moeten we gaan beginnen. Maar ja, jullie weten het, 4 dagjes nog. Nog 4 dagjes. Ik ga het vanaf deze vlog ga ik elke dag aftellen. Tot aan mijn vakantie. Dus jullie zullen de aankomende week flink het aftellen horen. Oh, en dan komt Dribbel ook nog eventjes. Daar heb je Dribbel. Daar heb je een mooi Dribbel. Dribbie, waar gaan we allemaal doen? En Bakita komt er ook al aan. Bakito. Daar heb je ze hoor, daar heb je ze. Dus vandaag, ik heb de rest van de middag nog even lekker op de bank gelegen, even lekker een slaapje gedaan. En wat filmpjes gekeken en zo op mijn gemakkie. Lekker rustig aangehouden. En voor de rest heb ik niet veel gedaan. De video's zijn weer, oh ja wel, ik heb wel één ding nog gedaan. De video's zijn helemaal up-to-date. Ik ben weer helemaal bij als het op video's aankomt.
Dus alles staat weer gereed. Geen achterstand meer. Ik heb alles netjes bijgewerkt. Dus ik ben weer lekker bij en ik hoef niet veel werk dan mee te doen, gelukkig. Nou, ik ga even hapje eten. En dan ga ik eventjes, hoe heet dat? Ik moet even de tas even bijvullen. Voor de was. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en het is inmiddels bijna 7:30. En over een kwartiertje gaat de wedstrijd beginnen. Ik ben reuze benieuwd wat Feyenoord er vandaag gaat van bakken. Ik ben net even lekker bezig eten. Ik heb lekker 2 kipjes op. En ik ga nu ook lekker die jongens verwennen. Ik kom weer lekker uit mijn woorden vandaag. Dus altijd. Hè. Dus ik ga even lekker de jongens verwennen. En dan moet ik even kijken. Dan moet ik deze hebben. De Shiba. En dan ga ik ze even lekker eten geven. Hoppa. Zo. Hoppa. Zo. Even vers water geven. Nu we omspoelen altijd even. Dan ga ik ze even. Zo, ik zal het een beetje uit. Oh, dat spreekt wel heel erg. Dat is 1. Hoppa. En dat is 2. Zo. Heb je dat allemaal weer gehad? Moet ik even nog prikjes bijvullen. Dan krijg je daar nog een lekker stokkie. Dan geef ik ze dadelijk. En dan even de grote zak pakken. Zo. Oh, er zit een grote druppel op mijn lens. Sorry hoor. En dan heb ik ze eten gegeven. Morgen trouwens is er uiteraard natuurlijk weer een nieuwe vlog. En jullie kunnen het wel raden. Dit is vlog 199. Morgen de 200ste vlog hier op mijn kanaal. Dus ik wilde niet al te veel dingen aan besteden, maar natuurlijk wel iets. Dus zo'n klein gedeelte zal ik in die vlog gebruiken om een beetje terug te kijken naar de afgelopen 200 vlogs. Hoppakee, nou dat hebben ze allemaal gehad. Eten hebben ze gehad. Dus dan ga ik ze dadelijk eventjes nog een stokje geven. Maar dat doe ik pas na het eten, want anders dan eet Boquito's een stokje op. En dan krijgt Dribbel ook een stokje. En dan gaat Dribbel daarna gelijk. Boquito gelijk Dribbel zijn stokje ook opeten. En Dribbel die verbergt, verdedigt zijn eigen nooit. Dus dan heb Boquito 2 stokjes en de Dribbel helemaal niks. En dat wil ik niet. Dus vandaar. Nou, ik ga hem nog even neerleggen. En spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Als de wedstrijd gaat beginnen. Zo, en de wedstrijd is inmiddels bezig. Het staat nog 0-0, maar we hebben nog maar 3 minuten gespeeld. En de wedstrijd is de wedstrijd is bezig. Dus ik hoop dat het vandaag eindelijk eens een keertje. Oeh, dat was al een goede kans voor Feyenoord. Ik hoop dat het vandaag wat beter is. En dat het eindelijk weer eens een keertje met een winst kan omzetten. Want je hebt nu al zoveel punten verspeeld dat
Een kampioenschap zit er in ieder geval dit seizoen niet meer in. We hebben gewoon veel te veel punten voor verspeeld. Vorig jaar rond dit tijdstip stond je gewoon eerste. Met een fantastisch doelsalto. En een heleboel punten. Maar dit seizoen is het gewoon zo verschrikkelijk slecht. Natuurlijk verlies tegen Ajax. Gelijkspel tegen VVV. Slecht voetbal. En onnodige dompes. Dus wat dat betreft is het niet best allemaal dit seizoen. Nou, ik ga even verder. En als er een doelpunt valt, dan horen jullie dat zometeen. En anders dan neem ik nog even een stukje film op in de rust. Ik spreek jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en het is inmiddels rust. We gaan alweer beginnen, zie ik. Ruststand 0-0, Groningen Feyenoord. En we gaan nu dus de tweede helft. Ik zit ook druk op Twitter, ben ik bezig. En zoals ik al een paar keer eerder gezegd heb, maar ik heb nog niemand verder gezien dan alleen de mensen met wie ik omga. Volg mij op Twitter. Apenstaartje. It's Ultrex. Doe ik al. Daar post ik eigenlijk nog meer op als op Facebook. Dus wil je echt van alles op de hoogte gehouden worden rondom mij en wat ik beleef, wat ik meemaak. Ik post heel veel informatie, heel veel dingen, leuke dingen, dingen die ik onderweg tegenkom, die ik meemaak, post ik op Twitter. Dus heb je een Twitter-account en wil je mij echt geen minuut missen? Nou, is dat ook wel weer erg overdreven, maar je weet wat ik bedoel. Volg mij op Twitter, apenstaartje It's Ultrex. Nou, de tweede helft is begonnen en ik ga weer verder kijken, jongens. Even kijken wat dit wordt. Wat wordt die? Nee, weer een priegel en het is weer Vilena die de bal kwijt is. Erg verrassend dat het weer uitgerekend Vilena is. Die man die hadden ze echt nooit moeten nemen. Wat een verschrikkelijke vent is dat. Nou, ik spreek jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Niet de ideale controle over de bal. Tom van Weer. Ja, het is inmiddels 2-0 voor Feyenoord. Heerlijk zeg. Wat een tweede helft. Eindelijk vallen ze. Eindelijk vallen ze, jongens. Yes! En die tweede was echt zo. Die tweede van Jurkussen was dat volgens mij. Ja, Jurkussen was het. Zo, die was echt geweldig. Wat een mooie schot. En eindelijk scoren we weer eens een keertje. Meer dan één keertje. En nou volhouden, jongens. Nou volhouden. Want we hebben al zoveel tegenslagen gehad de afgelopen weken. En jeetje, wat is dit lekker zeg. Hey. Oh, zalig. Ik was bijna vergeten hoe lekker het voelde om zo'n wedstrijd weer eens aan de goede kant te staan in plaats van de verkeerde kant. Dus vandaag. Nou, Joost heeft me net gebeld. Waren nogal wat dingen waren er aan de hand. Er was iemand bij, ik zal geen naam noemen, die zei dat de Efteling, de Winter Efteling, was uitgesteld. Nou, dat is helemaal niet waar. Ik weet niet waar diegene dat vandaan heb. Want het is gewoon de 12e december op mijn verjaardag. 12 december gaan wij naar de Winter Efteling. Dus ik weet niet waar die bronnen vandaan heb. Maar dat is dus niet waar. Het is gewoon de 12e. En de 12e gaan we gewoon een gezellige dag ervan maken in de Efteling. Daar zal in ieder geval bij zijn Joost. Appie normaal, Kevin. En Ricardo zal erbij wezen. Dus wat dat betreft waarschijnlijk Ramon. Maar Ramon was nog niet zeker. Nou, ik ga weer even verder hier. Oh, en dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Ja, het was inderdaad trouwens Nicolai Jurgensen
die er 2-0 maakte. Ik ga weer even verder en ik spreek jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo! Zo, en de wedstrijd zit erop. Feyenoord heeft gewonnen met 0-2 van Groningen. Eindelijk weer eens een overwinning. Gelukkig zeg. We kunnen het toch nog. Eindelijk weer 3 punten erbij. Was wel heel erg belangrijk. Omdat we de laatste 4-5 wedstrijden echt ontzettend slecht waren. Maar gelukkig eindelijk weer de 3 punten voor Feyenoord. Waar ik dus natuurlijk ontzettend blij mee ben. Ja, jullie weten het, ik ben echt een Feyenoorder in hart en nieren. Nou, dat valt er wel mee bij het zien van mijn kamer. Kijk, allemaal fijne spullen. En ik heb zelfs de Kuip als tafel. Dus dat is toch wel te zien dat ik voor Feyenoord ben, hè? Nou, ik heb een nieuwe datum gekregen van de 12 uur stream. De 12 uur stream die gaat er komen. Het was eigenlijk weer vorig. Zou eigenlijk om volgende week zijn, maar dat gaat alweer niet door. En de nieuwe datum onder voorbehoud. Ik zeg het nogmaals, want ik geloof echt helemaal niks meer. De 23 december, dan is de 12 uur marathon GTA 5 op mijn kanaal. Daarbij zal er zijn Joost, Michael, Rob en ik dus natuurlijk. Onder voorbehoud, want ja, ik heb mijn bedenkingen en dat is niet voor niks. Daar heb ik eigenlijk wel best wel alle reden toe om daar over te twijfelen. Jullie weten wel de afgelopen 2 dingen. Mini-meeting en de 12 uur stream die al 2 keer uitgesteld is. Maar goed, we gaan gewoon weer verder. En ik ga hem weer even neerleggen. Ik ga nog even computeren hier. Ik ben lekker helemaal bij. Misschien ga ik zo nog wel even een livestreampje aanzetten. Weet ik nog niet zeker. Maar ik ga nog even verder hier houden. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer voor de grande finales. Tot zo allemaal. Zo, en het is 11:15. En ik ga mijn bedje toe. Ik ben het zat. Ik heb de rest van de avond niet veel meer gedaan. Ik ben nog een livestream opnemen. Maar niemand had zin of tijd om te livestreamen. Dus dat heb ik dan ook maar niet gedaan. Ik ga hem neerleggen bij deze morgen de 100ste vlog. Zeker te weten, dus kijken. Ja, de moeite waard om te kijken naar de 200ste vlog van It's Ultrex op mijn kanaal. De 200ste vlog, jongens, het gaat hard, het gaat hard. Elke dag een nieuwe vlog om 3 uur. Af en toe heel zelden. Eigenlijk wel een beetje, vind ik wel eigenlijk wel jammer, want eigenlijk mogen er wel meer keren 2 vlogs. Maar ik heb niet altijd tijd ervoor. Maar in ieder geval al 200 keer It's Ultrex. Met een vlog. Reden dus om morgen te kijken. Een speciale lange aflevering wil ik ervan maken weer. En ik wil nog even een leuke locatie uitzoeken waar ik dat kan doen. Ik moet ook een beetje aan het weer leggen. Dus vandaag. Nou, ik zou zeggen in ieder geval, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even dat blauwe duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. Druk even op het belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er een nieuwe video of livestream is. En ik spreek jullie allemaal morgen bij vlog 200. Hierop is Ultrex. De groetjes allemaal. En skabedi, skabedoe, skabedabedoe.